met op de voet van president Kennedy langs. Ja. En promenade hotel weer. Dat maakt dat de boek presentatie van mij. Zonder mij natuurlijk. Dan zit ik die bosje. En nu ga ik erin. Hier staan we voor de poort van gevangenis van in Scheveningen, Poststationsweg 14. Dat is direct ook hetzelfde complex van huisbewaring. Je bent namelijk hier gebracht 1974. Mijn eerste gesprek met Binnenlandse Veiligheidsdienst was plaatsgevonden in huisbewaring in Amsterdam. Toen ben ik hierover geplaatst. In eerste instantie, BWD was mij op steek gelaten. Dan voor zal ik voorkomen, er was eens ben ik uit cel geroepen en wordt mij gezegd dat advocaat wil me spreken. Ik ben in een strafcel terechtgekomen en in die strafcel was geen advocaat, maar dat was meneer Van den Einde. Meneer Van den Einde, dat was Binnenlandse Veiligheidsdienst, die was belast om mijn zaak te onderzoeken, namelijk weigeren van Vladimir Dabčević te vermoorden in opdracht van Tito. Dus dat was de reden dat ik met Binnenlandse Veiligheidsdienst heb gaan praten. Absoluut geen andere reden, niet dat ik ga met hun samenwerken, niet dat ik zal overlopen. Gewoon om een bescherming te zoeken en begrip te zoeken. Wat betreft Binnenlandse Veiligheidsdienst, ze hebben heel belofte gegeven. Ze hebben gezegd dat maximum 3 jaar zal ik krijgen van schietpartijwerking is plaatsgevonden in Amsterdam. Dat ze hebben nagetrokken, dat ze hebben zelf naar Dabčević geweest en dat Dabčević heeft bevestigd mijn verhaal. Maar later is dat allemaal onder tafel gegaan en belofte is gewoon geschonden. Het is logisch dat ik na misbruik van Binnenlandse Veiligheidsdienst, die ik aan mij beloofd heb, maximum 3 jaar, indien ik allemaal ga vertellen. Wat was mijn opdracht en wie was mijn opdrachtgever? En waarom heb ik Dabčević gewoon en Dabčević niet vermoord? Dat ik ben teleurgesteld, want ik kreeg levenslang eis, wat dan 18 jaar was voor moord. En helemaal geen zelfverdediging. En helemaal was ik maar verbitterd. Daarom ben ik in beroep gegaan. Dat is 3 jaar geduurd. En ik heb tenslotte 13 jaar gekregen met zogenaamde doorslag. Terwijl pure zelfverdediging was. Ergens in 78 ben ik besloten een wraak te nemen. Ik ben Binnenlandse Veiligheidsdienst uitgenodigd, exact hier in deze gevangenis zat ik. En meneer Van Einde was bij me op bezoek gekomen. Ik heb hem namelijk dan op heime manier opgenomen. En gesprekken wat hij met mij gevoerd hebben duidelijk geleden dat hij heeft gezegd alles wat was beloofd. Hij zegt het. Natuurlijk hebben we jou beloofd en natuurlijk meenden wij, maar de zaak is door minister van Justitie toen gewoon van mij afgenomen. En van minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik ben vervolgens deze bandjes, zo naïef was ik, laten publiciseren in diverse kranten, onder andere Extra, waar is zonder dan een plaatsvervanger van meneer Van Einde. En zeker Capelle, die was later geworden officier van justitie. Die heeft inval gedaan in Extra en alle bandjes in beslag genomen.
Eerlijk gezegd, man zullen en moet zich schamen. Indien voor niets anders dan voor natuur. Voor zo'n mooie zee. Als een voorklikker of als een informant te werken. Natuurlijk, het zal iedereen zeggen, ja, maar jij bent voor je sluisheimen niet gewerkt. Inderdaad, dat was mijn vaderland. En ik dacht dat ik een goede kant ben. Tot het moment is gekomen dat ik moet dingen doen wat tegen mij geweten was. En zoals bekend is, heb ik dat geweigerd. Dus geweigerd een oude man vermoorden. Nou, lot was zo gekomen dat ik hier ben gekomen, terecht bij jullie. Zelfs in Scheveningen ben ik hier gewoond 5 jaar, een paar honderd meter verder. En zoals ik daar was bezig te vertellen, nu wil ik een beetje verzetten, verder vertellen. Dus in die tijd dat ik met BWD zaken deed, ik was hun gaan vertrouwen. Ik dacht dat is gewoon normaal, dat is de dienst waar ik om gaat. Dus daar ben ik dingen gaan vertellen wat helemaal geheim was natuurlijk. Ik heb ze hem ook beloofd. Indien je ons dat vertelt, nou, wie jouw opdrachtgever is en we zullen natrekken, dan zullen wij gewoon, indien waar is, absoluut zorgen dat je maximum 3 jaar kreeg. Nou, hebben ze nagetrokken, hebben ze daarmee teruggekomen. Ik heb de laatste daar bij die poort waarschijnlijk verteld, dat het meneer advocaat, zoals geen advocaat, maar meneer Van Ende, die stelde voor toen dat ik moet bij rechtbank komen en niets over hun vertellen. En dat zullen wel 3 jaar zijn, ik heb dat geweigerd natuurlijk. En ik kreeg levenslang eis en daarna 18 jaar. Maar dan heb ik verteld ook dat ik hem opgenomen heb, naar de hoede, dat hij mij zo op steek gelaten hebben. En dan komt een hele grote repressalie. Dus ik heb nooit begrepen, iedereen zegt in Nederland, Binnenlandse Veilige Dienst, dat stel niet voor. Maar ik heb wel op mijn hout gevoeld dat stelt heel veel. Het probleem was gekomen dat BWD in de krediet brengen, zo noemen ze dat. Terwijl ik heb alleen maar bewezen dat ze beloften aan mij gegeven hebben en die beloften niet nagekomen. Dan hebben zij in plaats dat ze zich schamen dat ze beloften beloofd hebben, wat die daarna op bandje vastgesteld hebben, gaan ze de wraak nemen. Gaan ze op alle manieren mee isoleren, torteren, niet meer vrijlaten. Nou, alle die intrigue doen. En dan komt die serie, wat ik nog verteld heb, nou, pure provocaties. Natuurlijk heb je niet geloofd in een gram over de plutonium, omdat het is toch om gek te lopen. Ik zit in een cel, ik ben isoleerd. En dan komt één voor één gerinterneren, ik ben gestuurd door binnen de Veilige Dienst, dat zeggen ze ook, om mij zaken over plutonium aan te bieden. Ik ben vervolgens eerste keer benaderd in dezelfde Scheveningen, dus ongeveer een maand voor de olifier. Dan komt weer een Arie, een zekere Arie Wolf, de zoon van een kolonel. Die vertelt mij, dat is die gepakt met een hashish, weet ik veel, en zegt die in de ruil van informatie wat hij hebt, wil die vrijgelaten worden. Ik zeg, nou, dan begrijp ik niet waarom komt hij bij mij. Hij zegt, mijn advocaat, David Moskowitz, heeft mij aangeraden met u te praten, want u kent wegen naar BWD. Ik zeg, maar wat gaat dan? Nou, het gaat namelijk, zegt hij, over paar duizend kilo uranium. Uranium, ja. En die uranium is bedoeld om te verwerken en atoombom te maken. En ik ben zelf, zegt hij, die uranium haat en ik wil dat allemaal vertellen, indien kan u mij in contact brengen. Nou, na al die teleurstellingen met BWD heb ik gedacht, nou, dat is hun zaak. Bedoel ik, wat is dat flauwekul? Ik zit hier bij het en altijd komen zulke dingen. Ik heb gezegd, oké, ik geef je een adres van een van BWD-man. Goed, geef groeten naar David Moskowitz. En ik heb hem vervolgens gegeven adres van Capelle. Mester Capelle. Dat was een vijand van mij. Nou, notabene, dat is de maand ik een journalist heb in handboeien gegooid, Theo Jongendijk.
En ik heb gezegd, geef hem groeten en zeg dat ik hem gestuurd heb, dat ik jou gestuurd heb naar hem.